Ik ben Anja Hilgers. Het boek De Weg naar Excellent Leiderschap heb ik geschreven samen met Charlotte Staats. Charlotte is net als ik trainer en begeleider van leiderschapstrajecten. Waarbij het eigenlijk altijd gaat om hoe haal ik het maximale uit mijn team. Heb jij ooit een leidinggevende gehad die het beste uit jou naar boven wist te halen? Iemand door wie je eigenlijk meer deed dan wat je zelf voor mogelijk hield? Ja, we stelden die vraag aan verschillende deelnemers in onze leiderschapstrainingen. En we kregen eigenlijk zulke bijzondere verhalen te horen dat we op zoek gingen naar deze excellente leiders. En hebben gekeken, eigenlijk onderzocht, wat doen deze mensen nu anders dan gewone leidinggevenden? En we ontdekten daarbij vijf thema's. Nou, een van die thema's is het stimuleren van eigenaarschap. Want hoe zorg je ervoor dat mensen daadwerkelijk dat stokje in handen pakken? Nou, zoals van Martijn van der Zee van Soetsenplaai ook aangeeft, is het daarbij van belang om te sturen vanaf de zijkant. Dus niet vanaf de voorkant, hè, door mensen directief te vertellen. Wat ze moeten doen, hè, door directief aan te sturen. Ook niet vanaf de achterkant, door mensen te promoten die eigenlijk alleen maar naar de baas luisteren. Maar bij sturen vanaf de zijkant gaat het er vooral om hoe je mensen faciliteert om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, zonder dat je het zelf overneemt. Nou, hoe doe je dat? Onder andere door mensen te uh, bewust te maken van de consequenties van hun keuze. En door continu te benoemen wat je ziet. Nou, dit boek gaat vooral in op dilemma's die je dagelijks tegenkomt. Bijvoorbeeld, hoe ontdek je talent in je team? Of tot hoe ver ga je als je al van alles hebt geprobeerd maar het komt er niet uit? Het boek biedt ook vooral inspiratie door te leren van opvallende leiders, maar geeft ook hele praktische tips. Wat kan jij doen om een nog excellentere leider te worden?